Kom deze kant op. Kom lekker je lot halen voor de loterij. ISK staat voor Internationale Schakelklas. December is ook begonnen. We staan hier op het Fit Festival van Helinium in samenwerking met Rotary Heelvoetsluis. We gaan hier vanmiddag een hele leuke middag organiseren met allemaal lekkere hapjes, een mooie loterij, drankjes, sponsorloop. En dat allemaal om wat geld op te halen voor een hele mooie pannenkooi hier op het schoolplein bij het Helinium. Dus ik hoop dat er heel veel mensen komen, heel veel gebruik van gemaakt wordt en dat er straks een pannenkooi staat waar alle kinderen weer gebruik van kunnen maken. Oké, we gaan gewoon door. Nummer 22. Nummer 22. Niemand 22. Gaan we door. We staan hier vandaag op het Fit Festival bij het Helinium. Ik sta hier met Dorinda, Jeanette en Geert-Jan bij hele leuke kramen met kleding. En daar gaan jullie mij iets over vertellen. Geert-Jan, het ISK, waar staat dat voor? ISK staat voor Internationale Schakelklas. Dus dat zijn leerlingen die uit het buitenland komen. Die komen hier in Nederland. Ze zijn 12 tot 18 jaar oud. En wij geven ze Nederlands, vooral 2 jaar lang, om ze klaar te stomen voor het reguliere onderwijs. Nou, dat is best wel een pittig taakje, denk ik, toch? Want ze komen niet alleen uit België en Frankrijk, denk ik. Nee, ze komen echt overal vandaan. Nu veel uit Oekraïne natuurlijk, Syrië, maar Peru, Turkije, overal vandaan. Ja. Dus we hebben een hele gemixte klasse. En dat maakt het ook wel heel leuk, hoor, en interessant. Ja, dat geloof ik. Het is sowieso leuk om heel veel culturen bij elkaar te hebben. Maar dan ga ik aan Jeanette vragen. Dan staan we hier bij Kramen met Kleding. En wat is daar het initiatief van? Nou, we hebben sinds kort een fashion shop op onze afdeling. En dat is heel erg leuk, want we zijn altijd op zoek naar hoe kunnen we taal in de praktijk gebruiken. De fashion shop is net klaar. Die is door Dorinda en leerlingen ingericht. En de bedoeling is dat we daar de kinderen taal laten gebruiken van wat ze in de winkel tegenkomen. En misschien ook voorbereiden op werken in de winkel. Dus meer beroepsgericht kunnen we het ook gaan inzetten. En dit is eigenlijk de eerste presentatie van de Fashion Shop. Waar mensen kleding kunnen kopen op dit Fit Festival. Ja, wel een supermooi initiatief, toch zo met elkaar. En jij hebt daar ook wel een rol in gespeeld, Dorinda? Ja, nou, ik ben mijn passie is kleur en kleding. Dat is ook een deel van mijn werk. En binnen Helinium ontdekte ik dat er binnen ISK een klein kastje was waar wat kleding hing. En er konden leerlingen die daar behoefte aan hadden stiekem snuffelen om een winterjas of een sportshirt te halen. En toen dacht ik, hoe mooi zou het zijn om dat veel groter en breder te trekken en daar echt een winkel van te maken. Dus we zijn met heel veel hand- en spandiensten hebben een winkelinventaris gratis kunnen krijgen. We hebben echt een winkel ingericht binnen de ISK-afdeling. En als je binnenkomt, het is leuk. Hangen grote spiegels, een grote tafel met stoelen. En de bedoeling is dat het voor leerlingen is en door leerlingen. Ja, ik vind het een supermooi initiatief. En zeker ook dat ook jullie allemaal weer bij elkaar brengt. Zeker vandaag op het Fit Festival. Dat is natuurlijk een mooie presentatie voor jullie om daar te beginnen. Nou ja, ik zeg, moeten we volgend jaar maar weer doen of niet? Fit Festival, ja, tuurlijk. Ja, vind ik. Nou, het Helinium is voor. Ik sta er dan voor de Rotary Club. En die is ook voor. Dus ik zeg volgend jaar nog een keer. Met een nog grotere kraam en een nog grotere modeshow. Dankjewel. De prachtigste kleren voor een prikje te koop in de fashion shop van de ISK-afdeling. Komt u kijken. De zomer is al begonnen en binnenkort wordt het warmer. Daarom zal een droom zeker van pas komen in de kast van elk meisje. Geweldig genoeg gewonnen om met je gezin of op een date naar een restaurant te gaan. Een elegant zwart shirt met een mooie stropdas,
maak de look romantisch. Op zoek naar een nieuwe look voor naar je werk of een zakelijke bijeenkomst. Dan is het gestreepte broekpak iets voor jou. Het jasje kan dichtgeknoopt of opengelaten worden. Als je een knoese look houdt die comfort en warm en ongelooflijke lust die perfect is voor motorrijden of fietsen. Oversized jeans. We staan hier op het Fit Festival van het Helenium in samenwerking met de Rotary van Hellevoetsluis. En ik heb hier de wethouder van de gemeente Voorne aan Zee. Waar bent u precies wethouder van? Van heel veel zaken, maar in ieder geval van sport. En sport ligt me wel heel erg aan het hart, omdat het brengt vreugde, het brengt competitie, het brengt een netwerk. Je bent samen gewoon lekker bezig. Dat is zeker waar. En hoe belangrijk is het dan dat zo'n school daar een speciaal Fit Festival voor organiseert? Nou, laten we beginnen met zeggen, het is fantastisch. En mooi dat jullie dat ook met de Rotary in dit geval doen. Om kinderen zo in beweging te krijgen en kennis te laten maken met alles wat met sport te maken heeft. En ik word daar heel erg blij van. En we hebben zojuist zijn we binnen geweest en hebben een project gezien waar kinderen mee bezig zijn geweest. Waar ik zelf als wethouder sport heel erg blij van word. Juist om die verbinding tussen de scholen en de sportverenigingen. En daar komt ook een follow-up voor, hoop ik. Ja, want deze kinderen die hebben dat zelf in een project gedaan, van hun presentatiewerkstuk. En hoe belangrijk is het dan dat het ook vanuit de jeugd zelf komt? Ja, daar gaat het om. De ambtenarij, de politiek, de wethouder kan van alles verzinnen. Maar als er geen draagvlak is bij de jeugd, het moet juist uit de jeugd komen. Daar word je blij van. Ja, nee, dat is zeker waar. En inderdaad, nou, we dragen daarbij. Verschillende verenigingen zijn hier ook vandaag aanwezig in sport. En inderdaad, het project van het profielwerkstuk, dat is gepresenteerd. En daar komen de leerlingen nog op terug bij de gemeente. En wat kunnen ze daar dan nog verder aan bijdragen? Nou, ik hoop in ieder geval dat ik ze heb uitgedaagd om hun kennis en expertise te delen met de gemeente. Binnen de gemeente en de verenigingen hebben we een sportnetwerkbijeenkomst. Waar we juist de verenigingen met elkaar proberen te verbinden. En hoe leuk is het als de jeugd zich presenteert, beste verenigingen. Dit is wat wij willen. Hier zien wij de uitdaging en hier zien wij de toekomst. Nummer 5. Nummertje 5. Jij kan lekker babbelen, man. Even een beetje draagje. Even rabbelen! Ik wil! Hallo? En op iets mee. En op iets, kom op, versnellen. Ja. Oh,